geweldig. Ze zit bij de mooiste motor van de wereld. We'll be right back.
Over die marathon in 1998. Ik sta aan de weg.
van de heer Steven Vermeulen. Ja, maar ja, ze doet wel de werk goed, hè? De laatste vijf! De laatste vijf! Ook de laatste vijf! Ja, dat is het! Je mag ook nog veranderen van mening als je halverwege de vijf bent. Oh nee, dat mag niet, hè? Nee, ik probeer Marja van de Meulen even op de kast te brengen. U mag een 9 fuik kiezen. Er zijn 6 fuiken. Kies de fuik waar je zich nog niet op bevindt. Dan kunt u ook daar op een VIP-behandeling rekenen. Hier komt de Christina Lonen. Kom. Ja. Kijk, ze staat te spreiden doorheen. Dat is echt een voetje hebben. Spreidingsbeleid. Looi met die bril op ben je bijna niet te herkennen. Hè? 40 minuten, 30 seconden. Je komt vast naar binnen. Laatste fout gaan. Ook die fout waar die fotograaf in staat. Heb je nog kans om op de foto te komen ook? Ik weet niet hoe dat gedaan wordt met die foto's die nu gemaakt worden. Of die nog ergens daarin gaan komen. Ik neem aan bij bijvoorbeeld de Zier Schaap in de winkel. Hebben wij Zier eigenlijk al binnen zien komen? Is Zier al binnen? Schotten die buiten. Heeft iemand Sier Schaap al binnen zien komen? Nee, nog niet. En Veronica Teumers is die gesignaleerd. Laatste kies de fout die leeg is, hè, op de finish. En loop eind uit tot het einde. Achterste fuik. De achterste fuik. Wat ze daarmee volgorde waarop je de fuik ingaat. En ik vind het ook leuk om te zien dat iedereen keurigste kopper levenstijd ook toezoen aangetrokken heeft. Zo'n mededeling dat wordt opgepikt hoor door de massa. Doorlopen. Eigenlijk wel. Nou, mag je weer naar rechts, want die heel gezwalkt, maar ja, dat moet gewoon om die tijdwaarneming correct te laten verlopen. Dus nu zijn de linkerfuiken weer leeg, kies nu gewoon voor de linkerfuik. Niet tegen de draad in, hè, alsjeblieft. Gewoon meewerken, ja, ik weet ook wel dat u mee gekomen. En zo gaat dat, hè, fuik die vol is, raakt vanzelf weer leeg. Altijd in één, pop, 500. Linkerfuik. De linkerfuik. Probeer eens links en rechts te zetten, Marja. Dan ben ik de tweede al gekild. Je mag niet naar rechts, want links is het vol en rechts niet. Rechts is het leger. En nou kunt u weer voor links kiezen. Kiest u alsjeblieft voor de fuik die er het leegste uitziet. Een turbo finish, zeg. En er is goed gewerkt, daar komt een wielaar binnen. Zo, kijk eens eventjes. De eerste wielaar. Finishje. Hij is te vol links. Oh, nou dan moet ik toch ook eens naar de opticien volgens mij. De meest lege fuik. Hij is vol, u kunt weer naar huis. God, nou wordt het druk zeg. Zijn er nog meer achter jullie, dat je weet? Oh nee, nou, dat doe je helemaal in de war zeg. De meest lege fuik kiezen, SVP. Kies u voor de meest lege fuik en beoordeel het dat al 10 meter voordat u finisht. En blijf op volgorde, hè. Blijf op volgorde in de fuik. De volgende waar je de fuik ingaat, hou die aan tot het moment waarop je de fuik verlaat. Kies voor de meest lege fuik. De meest lege fuik kiezen. Dus niet voor de fuik waar ze als sardientjes opgestapeld staan. En dat zal niet lang op zich laten wachten. Kies voor de meest lege fuik. De meest lege fuik. En nogmaals ten overvloede, u finisht maar één keer. De meest lege fuik. En volg de aanwijzingen van de fuik officials op.
haal niemand meer in de fuik. Nummer 500, de meest lege fuik SVP. Kies voor de lege fuik en blijf ook volhouden in je finish. Kies voor de lege fuik. Dus niet allemaal volgzaam slaaps achter elkaar aan. Eventjes gewoon nadenken bij wat je doet. Nee, de meest lege fuik. Even wat achter. Nou, we hebben dus een Russische winnaar. Dat even voor de mensen die na hem gefinished zijn. En dat zijn er inmiddels ruim 1000. Wilbert van Vlaanderen, als hij ergens aan het uitlopen is, zich melden bij de dubbeldekker van de Haagse Courantbus. Ik neem aan dat dat even is voor een interviewtje met Radio West, Frank. Interviewtje met Radio West. Wil Radio West ook nog even het Oostblok aan voor de microfoon? Jawel. Ik wou een beetje reclame maken voor mezelf. In december is deze man in Theater Pepijn te zien. Met 2 uur lang een programma zonder 1 enkele herhaling hebben. Sorry dat ik even reclame voor mezelf maak. Maar in december 4 keer Theater Pepijn. Weg. We zitten nu op 55 minuten. En het is natuurlijk altijd leuk om een tijd onder een uur te scoren. Nog even Jopie. Kies voor de meest lege fuik. Kies de lege fuik. Laat de eerste fuik eventjes buiten. De tweede fuik even buiten beschouwing. Eventjes de tweede fuik niet finishen. Het is niet meer te combineren voor Frank met zijn werk. Hij zit op het ogenblik al, nou ik mag wel zeggen dagelijks aan mijn bureau op het hoofdkantoor om te vragen, gaan wij die marathon samen klaren in 1998? En ik heb nog geen ja gezegd, daar moeten we nog even goed over nadenken. We zijn het wel van plan, we willen het, maar daar zullen we heel veel hulp van moeten hebben. Van de gemeente en alle hele zakenleven mag ik wel zeggen.
Dus nogmaals, het is niet beloofd, maar zijn hart ligt nu bij een marathon. En wij vinden allemaal dat een stad als haar natuurlijk een marathon behoort te hebben. Dat mag niet ontbreken. Esther en Frans, ik begin met iets moois overhouden naast alle sponsors.